De samenleving kan de verhoogde bustarieven dragen, aldus Estrella Noordzee, directeur transport van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, in gesprek met de STVS-redactie. Gisteren werd het publiek geïnformeerd over de aangepaste bustarieven voor de particuliere lijnbusorganisatie PLO. Volgens de directeur heeft de regering vooraf voldoende maatregelen genomen om deze wijziging door te voeren. U moet het zo zien dat de overheid ook flink de samenleving subsidieert. In de zin dat personen dus koopkrachtversterking krijgen, ontvangen via het ministerie van Sociale Zaken, diverse uitkeringen. Dus op basis daarvan is dan besloten dat de samenleving die twee SRD wel kan dragen, omdat de staat hun ook subsidieert. Na goedkeuring door de regering is er permissief vastgelegd dat de nieuwe tarieven op 3 december ingaan. De particuliere lijnbusorganisatie PLO heeft na talrijke gesprekken voorstellen ingediend voor deze aanpassing. De PLO had een tariefsverhoging van 2 SRD geëist, waarmee de regering akkoord is gegaan. De samenleving heeft echter met verbazing gereageerd op de bekendmaking van de nieuwe tarieven en beschouwt deze als ondraaglijk. Het is dodelijk voor ieder. Voor mensen die ver blijven, hoe gaan ze uitkomen? Een uur is nu maar 50 SRD, hoe gaan ze uitkomen met het schandaal? Nee, ik wist het niet. Het is overvallend geweest. Vanmorgen moest ik 17 SRD betalen waar ik voorheen 50 SRD. Wat ga ik anders moeten doen? Ik ga vandaag tot morgen klagen. Er wordt niets gedaan. Ik moet aan het werk. Geen commentaar, want het woont ver. Als ik zeg geen makkosaramaka, dan heb ik geen commentaar ervoor, want ik moet ook dubbel betalen. Vanaf wanneer zijn ze verhoogd dan? Vanaf vandaag. Oh nee, ik heb niks van gehoord. Ik weet het niet. Ik heb geen idee dat die bestarieven zijn verhoogd. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die afhankelijk zijn van busvervoer, dat het niet prettig is voor ze. Volgens Noordzee is het bedrag bewust minimaal gehouden, omdat de PLO een beperkte verhoging had geëist. Op basis van de kosten, de verhoogde kosten van levensonderhoud en de intussen gestegen wisselkoers, een tarief zouden indienen, dat zou het veel hoger zijn. Dus hun voorstel was om dus het tarief met 2 SRD te verhogen. Dus uitgaande van de stadsroute. En dan overige tarieven zijn naar analogie van de stadsroute vastgesteld.